vriend van elk wild dier. Prima panda! En eet bamboe met plezier. Prima panda! De jungle. Pipa Panda in het onweer. Pipa Panda is een beetje bang vandaag. Het gaat zo onweren. Ze houdt niet zo van bliksem en al helemaal niet van de donder. Dag, Pipa Panda. Wat is er? Dag, juffrouw Fien. Ik ben een beetje bang voor het onweer. Je weet nooit wanneer onweer voorbij is. Nou, Pipa Panda. Als iemand bang moet zijn voor het onweer, ben ik het wel. Ik zit er het dichtst bij, maar ik ben niet bang. Als je kunt tellen, kun je ook tellen wanneer het onweer voorbij is. Oh ja? Hoe doe je dat dan? Hoe meer tellen er tussen de bliksem en de donder zit, hoe verder het onweer bij je vandaan is. Oei, daar is de eerste flits al. Tel maar mee met Pipa Panda en juffrouw Fien. 1, 2, 2. Wow! Nou, twee tellen is best dichtbij. Maar met juffrouw Fien erbij vindt Pipa Panda het al lang niet zo eng meer. Waarom is de donder altijd later dan de bliksem? Is dat omdat de donder een langzame donder is? Juffrouw Fien moet daar wel een beetje om lachen. De donder is altijd langzamer dan de flits. En hoe verder weg, hoe langer het duurt voordat de donder je oor heeft gevonden. Daar is de bliksem weer. 1, 2, 3, 4. Nu doet de donder er 4 tellen over. Hey, dan is het onweer dus verder weg. Dat klopt, Pipa Panda. Kijk, daar is nog een bliksem. Kom, dan tellen we nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk, juffrouw Fien, het onweer is alweer weg. Ja, volgens mij heb je gelijk. Maar dan horen ze opeens een enorm lawaai. Pipa Panda schrikt zich een hoedje. En ook juffrouw Fien valt bijna van haar lange benen. Waar komt dat geluid nou vandaan? Oh, het is meneer Leeuw die zo hard brult. Het lijkt wel of de donder naast Pipa Panda staat. Oh, sorry Pipa Panda. Maak ik je aan het schrikken? Ja, van onweer moet ik altijd zo gapen. En hij geeft juffrouw Fien een dikke knipoog. Als iemand de dieren graag laat schrikken, dan is het wel meneer Leeuw. Dag Pipa Panda, doei. Dag juffrouw Fien en dag meneer Leeuw. Dag allemaal. Dag allemaal. Tot ziens.